Van circulair denken word je eindeloos creatief. Wij bruisen dan ook van de ideeën voor het groot onderhoud in de parken. Een prachtige wijk in Apeldoorn. Onze ideeën en plannen komen vanuit vier eenvoudige uitgangspunten. Het eerste uitgangspunt is: van de huidige toegepaste materialen gaat niets naar de stort, want er is geen afval. Zo kunnen we bijvoorbeeld de rioolbuizen straks gebruiken als putten om hemelwater op te vangen. Daar kan een pomp op aangesloten worden, zodat je buiten kunt douchen of de planten een douche kan geven. Het tweede uitgangspunt is: alle materialen zijn compleet circulair en worden as a service toegepast. Een voorbeeld. We zagen betonplaten uit de weg en maken er, samen met hout van te vellen bomen, prachtige tafels van, waar je heerlijk aan kan picknicken. Deze ontmoetingsplekken worden samen met werkbedrijf Lucrato door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gemaakt. En circulair denken kan nog een stapje verder gaan. Alles wat we toepassen is modulair en gedocumenteerd. Dat is ons derde uitgangspunt. Het grondstoffenpaspoort, bedacht door architect Thomas Rauw, legt vast hoe en waar de grondstoffen zijn gebruikt. Dus als de tafels straks verweerd zijn, kunnen we het beton gebruiken als vloer en het hout als ligger van bijvoorbeeld een Gelders kapschuurtje. En het laatste uitgangspunt is: we bedenken en doen het samen. Bij het onderhoud van de parken is dus iedereen betrokken. De buurt, de opdrachtgever, werkbedrijf Lucrato, de wijkraad en de scholen. De schetsen die in deze film zijn gemaakt door illustrator Jenny Bakker uit de parken worden nu al gebruikt als onderwijsprogramma om kinderen in de wijk uitleg te geven over circulariteit. Het gaat tenslotte over morgen.